Deze regering die heeft een bankroet natie aangetroffen. De harde realiteit is dat de Republiek Suriname al sinds 2019 bankroet was. Dat legden wij voor aan gewezen vice-president Ashwinadeen. Want in het jaar 2019 hadden wij de regering Boutersen-Adien aan de macht. En dit werd gisteravond bij de VES op een jari-lezing aangegeven door president Chandrika Prasad Santokhi. Verder werd door de president aangegeven dat er een heleboel schulden niet betaald werden door de vorige regering. De president die heeft er ook aangegeven dat de totale staatsschuld, dat is nu wel bekend, 4 miljard Amerikaanse dollars. En dat is een van de hoogste schuldenratio in de wereld. Wij confronteerden de gewezen vicepresident hiermee en Ashwinadeen die reageerde er als volgt. De financieel-economische crisis is voorbij, zegt hij. Er is nu een financieel-economische stabiliteit. Deelt u in dezelfde mening met de president? Nou, de stabiliteit was er al vanaf 2017. De instabiliteit is ontstaan in februari 2020, toen men heeft gedestabiliseerd. Met koersopdrijving, brieven schrijven naar allerlei mensen die ons zouden moeten lenen, heb ik mijn brieven geschreven. Daar is men gaan destabiliseren, toch? Men is een hype gaan maken over kasreserve dat nooit gestolen was, waardoor er wantrouwen is ontstaan in de bankaire sector. En als je dat soort wantrouwen ophypt, dan krijg je natuurlijk een gedestabiliseerde situatie. Een koers die te hoog is op de straat, terwijl de bankkoers 752 blijft, douanekoers 752 blijft. Dus al die dingen. De stabiele situatie is 3 jaar lang geweest, vanaf 2017 tot 2020. Toen heeft men gedestabiliseerd als verkiezingsstunt. En men had niet door dat men een kuil had gegraven voor zichzelf. Dus ze hebben hun eigen gekheid en eigen rommel overgenomen. En dan moesten ze daarna gaan corrigeren. Dus als de president vandaag zegt stabiliteit, dan kijkt hij niet in die gemeenschap. Hij zegt er is een economische crisis is voorbij. Ja, de financieel-economische crisis is voorbij. En er is een financieel-economische stabiliteit. Dat is misschien voor hem thuis. En misschien in zijn regering is dat zo. Maar iedereen's gezin, al die gezinnen, zijn financieel-economisch kapot. Dus daar zie je hoe ze vanuit hun ivoren toren denken. Ze zien alleen zichzelf. Ze zijn daar niet om te regeren voor het volk. Ze zijn dan daar voor zichzelf. En dat is de enige stabiliteit die hun interesseert. Is dat zij zelf het goed hebben. Ik heb net gezegd, deze mensen zijn alleen geïnteresseerd dat hun financiële huishouden goed draait. Ze zijn niet geïnteresseerd in het volk. Die 600.000 mensen zijn niet interessant voor deze regering. Dus als je zegt, dan hallucineer je toch? Je hallucineert als president door te gaan zeggen, luister, er is geen crisis meer. Overal is er crisis. Toch? Iedereen leidt. Het volk pinaart. Dat is jouw eerste zorg. Dus dat zeg ik, deze regering hallucineert sterk. En je kan ze bijna niet meer kwalijk nemen, want je ziet het eens in het karakter. En er is geen enkel groei hoor. Ik bedoel, hij zegt een 1,8% groei, maar hij vergeet te zeggen de president dat door zijn handelen zomaar Suriname failliet gaan verklaren. Toch? Onnodig gaan devalueren naar 21. Voordat IMF nog komt, ga je in devalueren naar 21. Je brengt een hele malaise in die gemeenschap. Dan wat gebeurt er daardoor? Dan natuurlijk gaat die economie vallen naar min 16%. Dat heeft hij niet gezegd. Dat door zijn toedoen, hij en zijn regering, de economie weggevallen is naar min 16%. Dus vandaag als je komt zeggen je bent 1,8%. Terwijl de vorige regering 2% aan economische groei al had eind 2019. Dan kom je destabiliseren, toch? En dan zegt IMF nog in het rapport van 2019. De economie gaat blijven groeien onder deze regering als ze dat beleid vasthouden. Zoals de vorige regering, zou het elk jaar 2,25 tot 2,5% groeien tot 2024. Dat legt u me uit. Als IMF zelf zegt dat onder de vorige regering de economie van die 2% elk jaar 2% extra gaat groeien tot 2024. Hoe komt het dat als een nieuwe regering aankomt, die groeiprocent min 16 wordt? Dan klopt er dan toch iets niet wat de president zegt.
betekent je bent binnengekomen en de zaak is totaal uit balans geraakt. Dat je nu komt zeggen dat het is gestabiliseerd als je weer uit de crisis is ook een vecht voor de gekhouderij. Want misschien heb je nu wel 1,8 gekregen omdat je schulden niet bent gaan betalen en je bent natuurlijk met IMF in zee gegaan. Je hebt alles afgetrokken van het volk. Dan is er voor jou als regering misschien voor je huishouden een stabiliteit. Maar dan vergis je je, want het is alleen een stabiliteit monetair. Maar die hele economische situatie voor die mensen is niet stabiel. Welk gezin is nu stabiel? Welke financiële economische situatie van welk gezin is stabiel in het land? Van niemand. Toch? Dus de mensen hallucineren sterk. Maar ik denk niet dat ze uit hun hallucinatie gaan komen. Ik zie dat het alleen maar erger en erger wordt. Radin, u praat over een economische groei van 2% in 2019. Maar we zien dat de huidige president daar anders over denkt. En juist over andere cijfers beschikt. Hij zegt tijdens de verslezing, de regering die heeft een bankroetnatie aangetroffen. De harde realiteit is dat de Republiek Suriname al sinds 2019 bankroet was. Ja, maar iedereen is er gewend dat deze president liegt. Ja, toch? Waarom zou ik moeten verdedigen wat de centrale bank en IMF zelf zegt? Dat er in 2020 in de staatskas 7 miljard SRD was. De media moet aan de president gaan vragen waarom hij liegt. Waarom liegt hij dat er geen geld was in de staatskas? In juli 2020, toen we de regeermacht overdroegen, was er 500 zoveel miljoen in, in de staatskas. En elke maand komt er ongeveer een half miljard. In december zelf, of november, was er 1 miljard in de staatskas gekomen. Totaal 7 miljard SRD. Maar u begrijpt, als u eenmaal gewend bent te liegen, dan ga je door moeten liegen. Want je moet die vorige leugens van je natuurlijk gaan verbergen. Dus hij kan er ook niet anders door te blijven gaan. Hij denkt dat nog steeds dat hij op een politiek podium staat. Maar u kunt makkelijk de cijfers nagaan, toch? U kunt op de centrale bank gaan. Iedereen kan dat doen. Alleen de president kan dat niet doen. Maar niemand vraagt de president. President, waarom ligt u zoveel? Waarom zegt u andere cijfers dan wat de centrale bank zegt, toch? Dus ik begrijp dat er geen geloofwaardigheid meer is in de regering. Iedereen weet dat ze liegen. Iedereen weet dat ze onwaarheden vertellen. Dus hij moet maar blijven herhalen in de hoop dat mensen geïndoctrineerd worden, net als voor de verkiezing. Je indoctrineert die mensen, je misleidt ze en dan hoop je dat ze in de fout gaan. Verkeerd stemmen toen is gelukt. Maar mensen maken maar één keer dat soort fouten. Nu ga je blijven liegen. Ze gaan hem niet meer geloven. Dus hij mag het blijven herhalen. Maar de staatskas was chockvol 7 miljard. Je SRD toch? De deviesreserve was toch ook 500 zoveel miljoen als dekking. Venetiaan heeft ook 600 zoveel miljoen US dollar achtergelaten. Was er geen kasreserve daar? Was er geen IMF dingen daar? Deel? Waren er geen leningen die Venetiaan moest afbetalen? Dan trek al die dingen af. Net als hoe je graag bij ons allerlei dingen begon af te trekken. Zeg je, het is negatief zoveel. Trek alles af bij Venetiaan. Zou hetzelfde vallen. Wil men zeggen, IMF moest niet betaald worden. Tijdens Venetiaan tijd in 2010 moest ook betaald worden. Haal dit, trek die 30 miljoen ook af. Trek alles af wat je wil aftrekken. Dus dat zijn politieke stuntjes die men uithaalt. De dekking die daar is 560 miljoen US dollar op de devise reserve van de centrale bank. Dat is een dekking voor de importing. Toch? Dat is een zekerheid die je hebt. En die zekerheid was er 4 maanden importdekking. U zegt dus dat jullie geld hebben achtergelaten. Maar de president zegt juist dat jullie een heleboel schulden hebben achtergelaten die niet betaald werden. Ik weet niet van waar de president. 3,7 miljard schuld is ontstaan waardoor bauxiet is weggevallen. Als je 400 miljoen US dollar per jaar niet meer binnenkrijgt vanaf 2015, waar gaat het geld vandaan komen? Hebben we een andere sector die ontwikkeld is? We hebben LR Group proberen te halen om die landbouwsector te ontwikkelen. Wat is er met dat project gebeurd? Hebben ze niet stopgezet? Oké. Dat zeg ik. Wij hebben die gouddeals toch uitgebreid, Saramaka Brokolonko. Wij hebben toch die 3 putten uitgebreid van olie die straks mee 2024, 2026 geld binnen gaat halen. Wij hebben toch staatsolie tegen faillissement gered door die 550 miljoen van Oppenheimer te lenen. We hebben dat allemaal gedaan. Waarom? Zodat het land meer kan verdienen. Omdat deze mannen voor 2010 niets hebben geïnvesteerd in productie. Nu ze hebben ook ervoor gezorgd dat Billiton Bauxietmaatschappij in 2009 vertrokken is en de laatste reserves van Paranam zijn opgeraakt in 2015. Dan nou als er 400 miljoen per jaar wegvalt, waar gaat dat geld vandaan komen?
Legt u me dat uit. Die 400 miljoen moest elk jaar gezocht worden. Neem 5 maal 400 miljoen. Zet je al op 2 miljard US dollar dat je ergens gaat moeten zoeken in 5 jaren. Van 2015 tot 2020. Dan kom je op 2 miljard US dollar al extra. Nou, Venetiaan heeft 1,2 miljard US dollar achtergelaten aan schuld. Ja toch? Maar vergeet dat. Venetiaan ook schuld heeft achtergelaten. 1,2 miljard US dollar in 2010. Neem die 2 miljard daarop, ben je al op 3,2 miljard US dollar. Dan moet je nog investeren in productie. Want je moet dingen terugverdienen. Je moet investeren in die productie, randvoorwaarden, infrastructuur, waterleiding, elektriciteit. Dan nu komen we op een schuld van 3,7 miljard US dollar. Zou dat vermeden zijn? Nee. Heeft dezezelfde regering toen in het vorige termijn ooit een oplossing kunnen aandragen? Om te zeggen, ga dat geld ergens anders halen dat van Bauxiet weggevallen is? Nooit toch? Als ze al die 5 jaren niets hebben kunnen vertellen hoe het anders moet, hoe komen zij plotseling nu op het idee dat het schuld veel is? Toen heeft men geen oplossingen kunnen aanbieden. Nu ook niet. Nu gaan ze toch ook 1,5 miljard lenen? Nu gaan ze toch 1,5 miljard lenen? Als het nou 1% is bij IMF, maar 100% bij het volk gaan grepen? Of wat wij gedaan hebben, 9% bij Oppenheimer. 9% Oppenheimer, maar het blijft die 1,5 miljard die je moet gaan zoeken. Dus die lening gaat meer worden, de schulden gaan meer worden. Dus je kan veel praten over schulden, maar hij zet 1,5 miljard erop. Toen ze binnen zijn gekomen, hebben ze direct 100 miljoen US dollar extra geleend. Waarom zeggen ze dat niet? Zij gaan zij zijn de eerste wet die ze hebben gedaan, is schuldenplafond weghalen. Ze klaagden over ons. Ja, 10% schulden, we verhogen plafond met 10%. Zij hebben schuldenplafond weggehaald, er is geen plafond. Dat was daar zie je al wat hun bedoeling was, toch? En dan zijn ze 100 miljoen gaan lenen, 1,5 miljard extra bij IMF gaan lenen. Maar bij IMF lenen voor 1%. Daartegenover staat dat je 100% van het volk moet afpakken. Wij hebben toen gezegd, nee, dan liever leen je 9% bij Oppenheimer. En dan bespaar je volk, dan blijven die basiskaarten, blijf dan elektriciteit, waterplace. Want in 2024, 2026, al hoeveel schuld je hebt gemaakt, wordt afgelost over tijd door die inkomsten van olie die de vorige regering heeft geïnvesteerd. De grootste criminele daad die deze regering begaat, is door 600.000 mensen in armoede te dompelen. Terwijl ze bliksems goed weten dat in 2024, 2026 er 600 miljoen US dollar elk jaar binnen gaat komen vanuit de 3 oliebronnen waarin de vorige regering heeft geïnvesteerd. Als jij weet dat je 600 miljoen US dollar gaat krijgen van 3 olieputten van de vorige regering, waarom ga je de mensen nu laten ergeren en tergen en verarmen? Waarom doe je dat? Is niet logisch toch? Dan moet je even uithouden nog tot 2024. We hebben gezegd, Bauxiet is weggevallen. Laten we volhouden tot 2024. Behoor prudent beleid wil zeggen. Niet alleen dat jij je huishouden goed hebt als regering. En dat jij lekker kan feesten en overal en alleen leuke reisjes gaan doen. Het is voor het volk dat het prudent gedaan moet worden. Niet voor jou. Het volk moet overleven. Toch? Dus de schulden, daarom hoog allerlei dingen. Ze lenen keihard toch? 1,5 miljard extra. Is dat geen lening? Dat moet ook terugbetaald worden. Er wordt gezegd, heer Adin, was de regering Bouterse Adin gebleven, waren ze nu aan de macht, dan zou de koers wat wij nu hebben verdrievoudigd of verviervoudigd zijn. Net wat ik zei, waarom zou je deze regering geloven? Alles wat ze zeggen zijn leugens. Alleen maar leugens, toch? Je moet gewoon teruggaan. Als je weet dat ze een habituele leugenmentaliteit hebben, waarom moeten we iets geloven wat ze zeggen? Ze gaan alleen maar blijven liegen en ze moeten genoodzaakt te liegen, omdat ze eerder al gelogen hebben. Dus het enige wat je moet zeggen wanneer ze praten is, we begrijpen dat u moet liegen omdat u vorige keer gelogen heeft en nu kunt u ontkomen, anders wordt u ongeloofwaardig. Toch? Oké. Als de vorige regering gebleven was, dan was de valuta weer doorgevoerd. Toen was de koers gerustig gebleven op 8. Dat is toch simpel. Het is al aangetoond dat toen de valuta werd geïntroduceerd werd, die opdrijving op straat direct teruggevallen is naar 14 en verder aan het terugvallen was van 20. Dat wil zeggen dat die werkelijk balans daar ergens tussen 8 en 10 lag. Dat was ook toen besproken met de governor van de centrale bank. Waar gaan we de koers stabiliseren? En de conclusie was, we gaan het op 8 stabiliseren. Hoe komt een regering plotseling en dan zegt, oké,
wij gaan het naar 21 brengen. Het is hun eigen idee, toch? Als het onder NDP zou blijven, de vorige regering, dan is die koers gewoon rustig door 8. Nog steeds. Toch, als je tekort aan deviezen hebt, omdat je vindt liquide middelen tekort aan deviezen, maar die gaat daarom lenen. Wij hebben 2,5 jaar die koers stabiel gehouden. Waarom? Al was het met een beetje lenen. De koersstabiliteit is zeer belangrijk voor het bedrijfsleven, voor de werkgelegenheid, voor het levensonderhoud van de mensen. Dat was de grootste verworvenheid van die vorige regering. Dan ga jij nu, kom je en wil die koers maar loslaten, toch? Dus de koers zou echt niet ergens gaan bij zoveel. En ze kunnen dat ook niet aantonen, toch? Het is weer gewoon een losse vlodder schieten. En continu mensen een worst voor houden, voor de gek houden. Dus het lijkt alsof ze voor de gek houden maar niet stopt, toch? En het is meer nog steeds podiumtaal en geen enkel onderliggend stuk. Als de president praat, kan de president niets bewijzen. Als de president komt hij met geen enkel stuk. Wij moeten met stukken komen. Wij, die weten, die alle stukken hebben, die moeten zogenaamd verdedigen een leugen dat de president zit te vertellen. Waarom wordt aan de president niet gevraagd, waar zijn uw stukken? Kunt u aantonen? Niets. Het bureau staatsschuld heeft een jaar lang niets gepubliceerd. Nu pas hebben ze het gepubliceerd. Waarom hebben ze alles verscholen gehouden? Ze hebben een jaar lang niet wat in de staatskas binnengekomen is, een jaar lang verscholen gehouden. Waarom hebben ze verscholen gehouden? Zodat ze konden vertellen, het is leeg. Ja toch? En nu het gepubliceerd is en de mensen zien met hun ogen, dan ga je toch doorzeggen het was leeg. Terwijl je zelf hebt gepubliceerd dat er 7 miljard was. Je hebt zelf gepubliceerd dat er 550 miljoen US dollar bij de centrale bank aan de deviezenreserve was. Je hebt zelf gepubliceerd hoeveel de schuld was, 3,7 miljard. Was gepubliceerd een totale schuld. En nu publiceer je IMF, je gaat 1,5 miljard US dollar extra lenen en je zegt, ik ga niet lenen, ik leen niet. Je publiceert, iedereen ziet dat je gaat lenen, iedereen kan lezen dat je gaat lenen en toch ga je op een podium staan, we lenen niet. Wie houdt wie voor de gek? Ik bedoel, waarom moeten we nog deze regering? Ik zou de mensen adviseren, geloof geen woord wat ze zeggen. Dat hebben we toch al geleerd uit de verkiezing. A gezegd voor de verkiezing, B gedaan na de verkiezing. Waarom zou je nu nog zitten vechten om wat de president zegt? Hij zegt niets geloofwaardigs. Ik kan het niet helpen. En toch verwijt hij jullie ervan, heer Adin, en dat zijn de woorden van de president, dat jullie een Augiasstaal hadden achtergelaten. Men zegt ja, we hebben puinhoop, chaos, Augias achtergelaten. Dan zeg ik, ja, we hebben jullie achtergelaten, toch? Jullie zijn die puinhoop en die chaos. En de Augiasstaal zelf, ze zijn zelf dat. Het moment dat ze binnenkomen, gaat de groei direct naar min 16%. Op het moment dat ze binnenkomen, plotseling komt IMF. Op het moment dat ze binnenkomen, zijn ze financieel in de wereld geïsoleerd. Niet omdat je het president van Brazilië hier hebt gehaald, dan ga je groot plaats geven, de hele wereld hier vertrouwen mee. Brazilië is niet de wereld. Hier zijn presidenten gekomen van India, van St. Vincent, van Barbados. Van overal rond de wereld zijn er in de vorige regering gekomen. En geloof u me, wij konden overal lenen toch? We hebben Japan geleend, we hebben China geleend, we hebben India geleend. Deze regering kan nergens lenen. Nu pas is deze regering financieel geïsoleerd. Want er is geen vertrouwen in de regering. Maar de president denkt, hij gaat op een podium staan. Hij praat op kleine kinderen, denkt hij. Hij gaat gewoon zeggen, luister, er is vertrouwen omdat de Braziliaanse president hier is gekomen. Maar je kan nergens geld lenen. Dan moet je naar IMF. Geraldine, de president, die praat ook ervan dat de schuld die Suriname, of de schuld die de regering Bouterse Adin heeft achtergelaten, een van de hoogste schuldenratio was in de wereld, of is in de wereld. Dat klopt niet helemaal. Toen de BBP gepubliceerd werd, was het BBP van 2019. De schuldratio wordt berekend, hoeveelheid schuld gedeeld door je BBP. Men heeft toen berekend, ik denk onze schuldenratio zou in de buurt van 93% geweest zijn. Net beneden de 100. Net wat ik heb gezegd, we hebben geen bauxietinkomsten meer. Die 400 miljoen elk jaar moest ergens gezocht worden. Zij hebben het ook nergens kunnen vinden. Zij gaan het nu ook nergens vinden, daarom gaan ze 1,5 miljard lenen. Simpel. De schuldenratio gaat alleen maar omhoog gaan. Wat is gaan gebeuren? BBP is gepubliceerd van 2020. Dus als je nu schuld deelt door BBP, maar BBP wordt nu meer omdat zij hebben gedevalueerd.
Dus door die devaluatie kan het inderdaad zijn dat het omlaag of omhoog gaat. Maar ze zeggen niet dat ze hebben gedevalueerd. 3 maal devaluatie. Toch? Dus het kan omhoog of omlaag gaan afhankelijk van wat die BBP daar is. Maar net wat ik zeg, schuldenratio 1, het is niet een van de hoogste. Het is hoog omdat wij geen andere inkomsten hebben. Het gaat nog hoog blijven de komende periode, tot zeker 2024, 2026. Daarna gaat hij niets kunnen veranderen. Enige is, de hoop is wat de vorige regering heeft geïnvesteerd. De enige hoop van president Santokki en zijn regering, de enige hoop, is de vorige regering. Want de vorige regering heeft die 3 punten geïnvesteerd. En die 600 miljoen gaat binnenkomen om die vorige regering. Dat is de enige hoop. En daarop wacht hij. Tot de tussentijd zit hij maar show te maken. Op het podium te dansen en te springen om mensen entertainment. Om mensen bezig te houden zodat ze denken dat hij moet blijven. En dan hoopt hij dat hij blijft tot 2024, 2025. En dan kan hij genieten van de inkomsten waarin wij toen als vorige regering hebben geïnvesteerd. Dat is de enige hoop. De rest is het maar destabiele politieke situatie. Destabiele armoede situatie, sociaal-economisch. En hij probeert maar te juggelen, te juggelen. Kijk, hoop. Hij bidt tot zichzelf elke dag dat ze hem niet wegjagen en dat hij daar blijft. Zodat wanneer die olie binnenkomt, hij daar misschien een oplossing in gaat vinden. Dat is zijn enige hoop. Voor de rest niets.